Forms follows energy. This is a bit the title and the kind of the premise of the research as we have until now. Our basic idea is actually to connect the two, so the energy part with the form part, and to experiment that in the light of concrete. It works as a sunshading. It could works as a thermal, a solar collector, depending on its obviously orientation. It could have a dioxide reaction, so it means a lot of clean air, CO2. We could use dry joints and high insulations, and it could even become a piece that is actually self-bearing. But now what we're looking for is some kind of flexible mold. Name dus een scharnierende mal moet er komen. We made a little research about what, how could it work, what kind of spatial structures can we make, or if we just go a little bit more crazy and make something more complicated. And then in Decomod they started to try to make a prototype, cut out. Of course this becomes a bit complicated because it makes this hyperbolic paraboloid double curved surface that has big ability to create self-supporting structures. We decided to go for the thin layer pizza concrete. How they do it now, they create the thin layer and then they put it on the mold, and then probably they still have to experiment a lot. We hebben het verouderen van beton bestudeerd, voornamelijk het esthetische verouderen van beton. Een baksteenmuur als deze of een natuurstenenmuur veroudert in mijn beleving prachtig. Dat wordt in de tijd alleen maar mooier. Dat zie ik niet altijd bij beton. Wat we bestudeerd hebben is wat kunnen we met bekisting van beton doen en wat kunnen we met materiaalsamenstelling doen. Dus of heel glad of heel vlekkerig. Wellicht zijn er mogelijkheden om een keimlaag in de mal te brengen. Het glazuren van beton, gelcoat in de kist, folie in de kist, beton maken met een ultra hoge sterkte beton, een layer, omdat we hem dus nat in nat gestort hebben, krijg je dus dat die dunne ultra hoge sterkte beton anders werkt, anders krimpt als de massa beton die erop stort. En we hebben proeven gedaan met glas als blijvende bekisting. Twee zaken eigenlijk: het sluiten van de materiaalkringloop. Steeds met dezelfde materialen weer nieuwe dingen kunnen maken. Vrij adaptief, dat was eigenlijk toch wel het toverwoord. Dus hij doet een pleidooi eigenlijk voor een leenbeton-experiment. Hij heeft gekeken naar botstructuren, hoe die zijn opgebouwd. Dus alleen materiaal daar waar nodig. Is het in die diameter rond 35 nog te verwerken? Ja, nee. We willen dus uiteindelijk naar deze vorm toe. De gevel die wij hebben willen vinden, zoektocht naar is gedaan, is een gevel die leven herbergt op het oppervlak van de gevel. Maar ook in de gevel. Een natuurlijke ontwikkeling heeft iets te maken met spontane ontwikkeling. Iets wat niet direct bekend is of gestuurd is. Wat is dan essentieel, is dat je vocht nodig hebt en voedsel. Beton is natuurlijk zeer alkalisch en dat roept meteen al een groot probleem op.
Want je krijgt niet zo gauw leven op een alkalisch milieu. Dat duurt enige tijd. Ja. Wij zouden het liefst gewoon een onbeton hebben gemaakt, wat, zoals bij het verouderingsbeton ook, plaats gaat bieden, spontaan, voor holtes, voor leven. Dat zou de meest optimale oplossing zijn. Dus in onze visie is een levende gevel niet alleen groen, maar tevens een drager van natuurlijke levensgemeenschappen. En het tweede onderdeel van onze visie is, en dat heeft met de architectuur te maken, het gevelbeeld zou eigenlijk de natuur moeten reflecteren. Het thema was dan een flexibele mal te maken. Kun je niet een digitale pixelmal maken? En dat je elke keer die mal kunt veranderen. Een flexibele malvorm. Dit zijn dan de staafjes en die zou je dan eigenlijk willekeurig op een bepaalde afstand kunnen neerzetten. Zeg het maar, welke vorm moet het zijn? En dan kunnen we het in die vorm maken. En klemmen en dan storten. Als je zo'n element hebt, dan heb je dat ook in het zicht en het is niet zo laag. Is dit voldoende, dacht ik, om die over, of moet je het hier nog koppelen, het frame? Of kan je dat gebruiken als, is dat voldoende? Ja, die onderconstructie is zeker voldoende. Thank you.